om zo talrijk te komen hier naar mijn meet and greet. Alvaro apprecieert dat enorm. Maar voordat wij aan onze meet and greet beginnen, zou ik graag het woord geven aan twee heel bijzondere mensen die mij heel diep in het hart liggen. Die mensen zijn ereburgers hier op... Nee, dat is een probleem. Nee, of wij ook. Mijn micro kan niet... Zo, goed, ik heb u allemaal al de hand geschud, Alvaro, sorry. Maar iemand moet het woord pakken en dat is de burgemeester, nietwaar? Ik zie jullie op de meeting goed. Dank u, Alvaro. We zien er trouwens geweldig uit. Maar, dames en heren, goedenavond. En dan zeg ik jullie allemaal goedenavond, Tom. En goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Voilà, u ziet er stralend uit. Ik heb hier 20-tal minuten gekregen om over mijzelf te komen praten als burgemeester. Het is heel belangrijk dat er genoeg gekend is over mijzelf, die ooit als eerste begonnen is hier op dit wonderlijke eiland bij deze waggelijke vulkaan achter mij. Ik weet niet of dat je dat gevoeld hebt, maar de aarde is al lichtjes aan het trillen. Maar oké, dan valt het al mee. Ik weet dat ik mensen moest aankondigen, maar ik weet even niet meer wie, dus zal ik maar verder over mezelf praten. Ik ben eigenlijk persoonlijk verantwoordelijk voor een groot aantal van de verwezenlijkingen die u rondom u zien. Om Tom natuurlijk, daar ben ik mee begonnen. Dat was een fantastisch project om u van drank en zo te voorzien. Wat is er mogelijk? Ik weet niet wat over de herrie, gewoon over mezelf moet praten. Tien woorden te veel, 100 woorden te veel als ik u laat doorgaan. En vertel heel veel, dames en heren. En vertel te veel. Schoolverhaaltjes, maar moet er niks van geloven. Smaar, maar voor onze burgemeester van het eiland, meneer Tom. Goedenavond, Tom. Ja, goedenavond, Tom. Goedenavond, Tom, het marcheert, Tom. En ziet dat een burgemeester hier is, maar dat is niet waar. Ik ben hier eerst komen aanspoelen en ik wil hier ook blijven. U bent hier allemaal welkom. Een verschitterende vulkaan, een gevaarlijke vulkaan. Beware, als je er straks in gaat, want ja, je gaat erin. Komt er ook terug uit en volgt dan het pad terug naar huis graag. Terwijl ons rust ook terug hebben als eilandbewoners. Ja, luister, ik kan het woord geven aan de mensen die hier eigenlijk allemaal veel beter over kunnen spreken. En dan zou ik eerst hier op het podium mevrouw Peggy Verelst willen vragen. Meneer, mevrouw Peggy Verelst, dat is de commissaris en de creatieve directeur. Alsjeblieft, mevrouw. En dan zou ik het daar ook precies ja van vragen. Zou ik, mag ik het uw compaan daar ook bij vragen, mevrouw? Meneer Yves Peters, de algemene directeur. Meneer, welkom op dit podium. Ik ga u de micro geven. Ik ga u voorstellen. Dank u wel. Goedenavond, beste ingevolgden, beste leden, collega's. Vandaag is het feest. Ik denk net 31 jaar geleden werd de attractie geopend door Bobby Anschoeken zelf. En de naam was Indiana Ridder. Wel, vandaag stellen we met heel veel plezier Terra Magma binnen. Wel, Indiana Ridder, toen we het zeiden en we dachten we gaan eraan beginnen, we wisten dat we voor een enorme uitdaging stonden. Waarom? Wel, een huis verbouwen is misschien zelfs moeilijker dan een nieuw huis bouwen. Indiana Ridder is een publiekslieveling en heeft heel wat nostalgie. Maar Bobby Anschoeken wil natuurlijk niet stilstaan. We hebben afgelopen winter 5 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan meer dan 3 miljoen euro in Terra Magma. Ik zie veel bekende gezichten die ik ook in 2019 heb gezien, bij de opening van Land of Legends en The Fury. We hebben toen gezegd, de lat zal hoog liggen. Wel, we houden de lat hoog en we proberen ze nog hoger te leggen. En ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Dat Bobby Anschoeken nu hier staat en niet aan de andere kant van het water is natuurlijk geen toeval. Ik denk dat we geen enkel persmomentje onder lucht laten om te vertellen hoe belangrijk dat thematisering en zonering voor ons ook aan het worden is. Een hele mooie kinderzone vooraan. Land of Legends 2019, ik heb het net al gezegd. Adventure Valley, een heel mooie groene zone in het park. Desperado City, misschien wel het kloppend hart van heel Bobby Anschoeken. En deze zone, heel de boulevard, was nog volledig onbestemd.
tot vandaag, want dit is de kick-off van Mystery Bay en Terra Magma is daar eigenlijk het eerste waterfest van. Omdat Indiana River de publiekslieveling was, ook van Bobby Aman, hebben we er ook voor gekozen om het thema mee te laten kiezen door onze gasten, door onze bezoekers. En vandaar dat we hier eigenlijk nu aan de voet staan van een historische groep. Wel, Terra Magma is niet een Bobby Aman verhaal, natuurlijk wel, maar niet alleen een Bobby Aman verhaal. We zijn in zee gegaan met KCC Entertainment, gelegen in het kleine België, maar voor de kenners onder ons een zeer gerenommeerde partner in de entertainmentwereld met wereldvermaarde projecten. We hadden onmiddellijk tijdens de eerste gesprekken een heel goed gevoel met Reinhard, Ruben en met talrijke andere teamleden van KCC. En we zijn samen in zee gegaan met dit als resultaat. Natuurlijk, het was niet alleen Bobby Aman en KCC Entertainment. Er waren een twintigtal andere bedrijven die ons enorm geholpen hebben. Ik ben heel fier om te zeggen Belgische bedrijven, die allemaal hun schouders onder het project hebben gezet, die ervoor gezorgd hebben dat we kunnen eindigen, dat we dit kunnen tonen aan jullie. Dus ik zou zeggen, KCC Entertainment, dank u wel aan alle partners die hun in het zweet gewerkt hebben om dit mogelijk te maken. Beste iedereen, jullie zijn natuurlijk niet naar hier gekomen om naar Steve of naar mezelf te luisteren of naar de verhalen van alle eilandbewoners. Maar jullie zijn naar hier gekomen om Terra Magma zelf te doen. Ik hoor het al een klein beetje, het is natuurlijk een redelijk gevaarlijke onderneming. Maar feel free, er liggen op de tafels overal poncho's om op nat woorden een beetje te vermijden of dat effectief gaat helpen. Tegen het gevaar, dat weet ik niet. Moest jullie toch geen zin hebben willen terugkrabbelen, dat kan. Er zijn hapjes en drankjes, er is een pianobar. Voor tijd denk ik. Er is een pianobar, er zijn daar hapjes, er is een vis en een barbecue, visbarbecue en een vleesbarbecue. Vergeet niet, het is een stukje wandelen tot aan de ferry loopt. We sluiten hier ongeveer af tegen 22:30. En dan tegen 23:00 zouden we dus zijn aan de woners. Alleen, we willen laten. Beste genodigden, wij verklaren Terra Magma officieel geopend. Geniet van de avond, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Maak er een feestje van.